superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En in deze video met Ze is met mij, Kevin Boelman. Hoe is het met je beugel? Ik ben echt trots op je. Ja, want het lijkt gewoon alsof je het zo even zo en dat ineens die beugel op moet je gereed. Maar het doet wel een beetje pijn. Ja. Maar laat ik niet verder over je beugel ingaan. Maar, jij hebt een boek uitgebracht. Yes! Ja, zeker. En dat is gebeurd. Ik wou met jou graag een video opnemen, want jij bent natuurlijk eigenlijk de Van Niks naar Kliks prinses. Jij bent het eerste kind van Van Niks naar Kliks. Ja. Maar waar gaat het boek dan eigenlijk een beetje over? Wat denk je als je dit zo ziet? Ja, Van Niks naar Kliks. Topverhaal, wie is deze jongen, digitaal. Het gaat over mij en over hoe je van niks naar kliks kan gaan. Dus hoe jij als zijnde iemand die misschien wel ambities heeft om groot te worden op YouTube of iets, hoe je dat dan kan doen. Okay. En dat is op basis van mijn verhaal en met vroeger en allemaal dingen. En jij staat er ook in. En er staan allemaal YouTubers in, allemaal interviews met allemaal andere YouTubers zoals Monica, Anna, Giel, Dylan. Iedereen staat erin, vertelt over hoe het moet. Het is fantastisch, koop het op kalvijn.nl. Superleuk. Je hebt er niet eens ingekeken. Hier, Senna staat er ook in. Welke bladzijde? Tada! Wat een kopie, hè? Wow, hier heb ik nog geen beugel. Nee, ik voel me vereerd dat jij in dit boek mag staan. Wie is dit dan? Wie denk je? Dat ben ik! Echt? Ja, dit was ik vroeger. Echt niet? Helemaal wel. Of we hebben een kind omgewisseld in het ziekenhuis, maar ik denk het niet. Wow, het lijkt er echt niet op eigenlijk. Nee, hè? Dit ben ik ook. Het is toch een vette foto. Ja, nu zou ik het wel kunnen zien, ja. Maar wat zit er allemaal op je gezicht? Ja, dat wil ik liever niet op ingaan. Dat is detail. Dat snap je alleen als je uit Groningen komt. Nee, het was gewoon smink. Ik had het gesminkt als een soort leeuwtje of zo. Jij bent toch ook wel eens gesminkt? Waarom kijk je nou alsof het heel raar is dat je. Ja, nou, gesminkt ik wordt? Smink. Je hebt toch wel eens een keer een dier op je hoofd gehad? Ja. Ben je nooit een vlinder geweest? En dan zeg ik, ik ben elke dag een vlinder. En dan vlieg je weg. Ja. Oké, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan dus uit video's die we hebben gemaakt tijdens dat Van Niks naar Kliks. Juist. Wat we hebben gezegd, heeft mij het in mijn notities gegeven. Mm-hmm. En dan moeten wij raden wie wat heeft gezegd. Ja, vind ik een legendarisch idee. Ik weet niet of ik hier goed in ben, want ik weet echt niet wat ik heb gezegd. Nee, ik vergeet altijd die shit. Ik heb zoveel gezegd in mijn leven. Ik heb het echt niet allemaal in mijn geheugen zitten. Nee. Het zijn trouwens uit de video's gewoon, dus allemaal Van Niks naar Kliks. Mocht je nou denken, hé, wat is Van Niks naar Kliks? Dat is dus zeg maar de talentenjacht waar Senna de winnares van was vorig jaar. Ja. Daar hebben we allemaal leuke video's gemaakt. Dus dan weet je even de context van deze video. Het is wel prettig als je een beetje weet waar het over gaat. Ja, vind ik ook. Daarvoor? Ja. Oké. Okay. Als je hem niet uitvoert, ben je een mietje. We moeten allebei raden, toch? Zullen we aftellen? Ja. 3, 2, 1. Ik. Ja, jij. Jij zegt gewoon wat ik zei. Ik, ja, nee, inderdaad. Maar ik zeg sowieso nooit mietje. Of nee, zo. Dat zeg ik ook niet. Niet zo vaak. Volgens mij is die uit de video dan met die challenge. Ik weet het niet. Maar het woord uitvoert vind ik ook niet echt een woord. Zeggen ze uitvoert? Uitvoert. Nee, dat is niet iets voor jou. Dat staat niet in een Senna woordenboek. Nee, misschien weet ik deze nog wel. Want dat was toen dacht ik dat het kattenvoer was. Echt? Ja, en toen was het soep. Waarom kan ik me dat helemaal niet herinneren? Volgens mij was dat hebben? Die. Zullen we gewoon kijken of het goed is? Kijk, het is wel uit die video. Jij bent echt gewoon een beetje nog kleiner hier. En als we dat dan weten, dan moeten we hem uitvoeren. Nou, het hoeft niet per se. Als je hem niet uitvoert, dan ben je gewoon een mietje. Ik wist het. We hadden het allebei goed. Lekker zeg. Okay. Dit is een soepele start van de wedstrijd. Ja. Nee, deze was wel te doen. Ja, deze is wel te doen. Ja. Oké, okay, de tweede. Debra. Debra. Ik denk het is Debra. Ja, bra, okay. Bra. Debra. Klinkt best als Deborah. Debra. Ja, ik denk dat ik wel weet. Ik weet hem ook. Ik ben er klaar voor. 3, 2, 1. Jij. Huh? Ik denk het. Ik denk jij. Ik zeg nooit bruh. Nee, maar ik ook niet eigenlijk. Oké, ik ga een gokje bij. Ik denk dat jij Deb zegt. En dat er dan. En dat. Nee, oké. Okay, nee, jij zegt het. Jij bent het. Je moet een koekje eten. Binnen 30 seconden. Is dit waar? Jij was het! Ik ben hier helemaal stuk omgegaan toen jij het zei. Ik dacht, jij bent echt een legende. Nu dat je dit hebt gedaan. Oh, ik vond het echt wel iets voor jou eigenlijk. Nee, jij hebt het gewoon gezegd. Je bent gewoon grappiger dan je denkt. Ja, ik was weg. Toen is jij lepel halen. En toen zei tegen niemand. Hé, hey, sta voor. Ik kan zeggen wat je wil. Van niks naar kliks. 2, 1. Oh mijn god. Oké, 3. Wow, rustig aan man. Ik maak maar een grap. Wow, dit kunnen we alle twee wel zijn. Dit kunnen we alle twee zijn. Maar ik weet het. Is trouwens dat je met mij een reis om de wereld kan winnen als je het boek bestelt. Even tussendoor. Als je mijn boek koopt, kalvijn.nl, dan kun je met mij om de wereld. Misschien. We gaan leuke, lijpe dingen beleven. Misschien wel niet. Misschien niet. De kans is wel echt heel erg groot. Nee, ik kan het niet heel groot, maar ik wil gewoon doen. Ga je nog besluiten of niet, Bejo? Ja, oké, ik denk dat ik het weet. Oké. 3, 2. Wacht even, ik ben vergeten. Oké, ik weet het. 3, 2, 1, jij. Ik, we gaan het zien. Hey. Ik heb een punt, hey! Nee, grapje. Wow, rustig aan, man, ik maak maar een grap. Oh, ja. Dit is ook helemaal een jaar geleden zo, maar het is zo grappig. Ja, we hebben allemaal een punt. Oké. Okay.
lekker. Maar je staat nog steeds voor. Ik moet je wel even inhalen. Nou, dat hoeft niet hoor. Jawel. Ik vind het wel lekker hier zo op de koppositie. Oké. Vierde is breedbekkikker. Breedbekkikker. Oh! Oh, ik weet helemaal uit welke video dat is. Met die mond? Ik zeg niks. Oké, ik weet het. Ah, volgens mij weet ik het ook. Volgens mij weet ik het ook. Wow, ineens. Oké, 3, 2, 1, ik. Jij. Dat moesten we toen uitvoeren bij dat ding. Juist. Hey. Oh nee, wacht. Ik was het. Kikkerdrill. Nee. Wat was het? Breedbekkikker. Jeetje. Hè? Ik dacht echt dat ik het was. Helaas, we hebben gefaald. Faal. Wow. Faal. Ik wist het heel zeker. Ik gok hem hoofd. Oké, zal ik je dit vertellen? Ja. Nee. Nee, ik had eigenlijk eerst mezelf. Toen hoorde ik jou zo overtuigend over jezelf. Oh ja, ik ben het. Dacht ik, oh jij bent het. Maar, ja. Mijn brein moet, wow. Ik moet meer geloof in mezelf hebben. Anders had je hem gewoon goed gehad. Ik ben wel blij met je. Als ik 2 punten voorgestaan. Vertikken me. Oké. Ik ga mijn pirouette even showen. Ik weet het. Ik weet het denk ik ook. Oké, 3, 2, 1. Wacht. Oké, ja. Nou. Nou. Oké, ja. 3, 2, 1, ik. Ik. Jij wist eerst dat het pirouette was. Nee, maar ik wist niet hoe je het uitspreekt. Eigenlijk denk ik ook wel nu dat jij weet. Nee, je hebt de antwoord gegeven, mevrouw. Ik zeg nooit pirouette. Als ik het nu ben, hè. Oké. Oké, waar is het? Van een pirouette of zo. Ah, yes. Nee. Hey. Shit, deze had ik ook gewoon echt kunnen weten. Ja, maar helaas. Dat kan nog, je kan nog steeds winnen. Oké. Dat kan nog steeds. Succes. Ja, maar dit is helemaal niet zo moeilijk, hè? Moeilijk en, denk ik. Maar je heeft dyslexie, ja, dat dus. Ik had het ook wel in mijn hoofd, maar ik dacht, eigenlijk mag ik niet zeggen. Dat is precies hetzelfde. Ik dacht, ik weet nog wel op het level zit dat ik deze grap kan maken, maar blijkbaar wel. Ja, maar dit is helemaal niet zo moeilijk en doet helemaal niet zoveel pijn. Oké, 3, 2, 1, jij. Klinkt als een zin die jij, ja. En doet helemaal niet zoveel pijn. En dan echt zo'n lange zin. Wel. Doen we hier? Wat een achterlijke houding is dit? Maar dit ziet er wel uit als een comfortabele houding. Neem niet weg dat ik nog steeds 2 punten voor sta. Hey, what's good? Kom, je moet een beetje je best doen, Senna. Ik ben altijd trots maar op je. Maar ik doe mijn best. Misschien nog wel meer dan de rest. Waarom kan het niet zo zijn? Femke staat ook in mijn boek. Echt? Jazeker. Is toch nice? Hier, heel interview met Femke over haar. Dit is toch een prachtige foto. Ja. Maar, anders krijg ik hem... Hartaanval? Nee, wat was het? Anders word ik bewusteloos. Oh, anders word ik... Oh, dat zit wel een redelijk verschil tussen. Anders word ik bewusteloos. 3, 2, 1. Jij. Ik zeg nooit bewusteloos. Nee, maar ik ook niet. Dan ga je helemaal niet winnen. Ik ga anders waar ik bewusteloos. Bewusteloos? Ik zit er. Ja, ik ben helemaal uitgeput. Dat je hier een marathon gelopen of zo. Wow. Hey, maar toen waren we net klaar, denk ik met zo'n yoga challenge. Ja. Hey, besef even dit. Er zijn nog 3. Als je de volgende fout hebt en ik goed, dan heb ik sowieso gewoon. Ja, even een besef momentje. Ach, ik ben een pranker. Ik ben een pranker. Zeg maar even 1 keer. Ja, het is echt zo. Ik ben een pranker. Ik ben een pranker. Ja, het staat er echt. Oké. 3, 2, 1, jij. Ik denk dat ik het zeg. Jij zou nooit zeggen. Ik ben een lijp. Ik heb hier een appel. Dat was een prank. Dat kan een prank. Dat was een prank. Ik ben een pranker. Weet je wat dat betekent? Ja, maar nu is het niet meer leuk. Nee, maar jij kan nog steeds, we kan nog steeds gelijk komen. Alleen je moet even de volgende goed hebben dat ik hem fout heb. Kom op. Ja. Even focus, Senna. Mag je een beugel hebben, maar je moet jezelf nog steeds bewijzen. Meteen, die ogen. Oeh, okay. Goed, was maar een grap. Ik heb een beetje het gevoel dat je niet weet hoe grappig ik ben. Hoe grappig je bent? Nee. Jawel, of las ik het nou verkeerd? Je bent. Hoe grappig je bent. Oh, ja. Dan weet ik het wel. Oké, okay, ja, dan dat weet ik ook. Wat dan? Oké, zeg dan. 3, 2, 1. Jij. Ik heb een beetje het gevoel bij jou dat je niet weet hoe grappig je bent. Oh. Nee! Ik wist het! Yes! Yes! Nee! Ik wist dat ik wist het! Yes! In één keer weer helemaal blij, hè? Oké, maar dan moeten we nu nog een laatste doen. Oké, jij moet hem gewoon even fout hebben. Dan staat het gelijk en dan zullen we het nooit weten. 10. Wil je met me trouwen? Wow, dat is echt heel raar dat dat überhaupt gezegd is in een video van ons. Maar goed, mezelf kennende. Yo, dit is echt een diepe nadenksessie. Ja, maar dit kan ook weer alle twee. Kan alle twee. Zijn er komt uit Beverwijk. Kan alle twee. Ik weet het, ik ga gewoon zeggen. I don't care. Weet je? Wil je met me trouwen? Nou, nah, nee, maar... Oké, ik ga gewoon gokken, denk. Gok jij gewoon lekker. 3, 2, 1, jij. Ik. Hey, maar, nee, ik heb nu sowieso gewonnen, of nou goed is of fout. Ik heb sowieso gewonnen. Oh shit, sorry. Ja. Oké, dit is het officiële moment. Senna, ben je er klaar voor? Senna battle. Wil je met me trouwen? Oh nee, dat is ook... We hadden het allebei goed, maar dat betekent dat ik heb gewonnen. I won the challenge. Wat is dat? Maar 1 punt. Nee, hey, dat is een leven. Dat is net het WK, maar dat is net dat ene extra doelpunt. Het verschil tussen leven en dood. Ik heb je ingemaakt. Nee, maar jij hebt ook vaak genoeg bij challenges van ons gewonnen. Dus ik vind het ook wel lekker als ik even een keertje win. Nee, maar jij bent ook hartstikke goed. Maar ik ben gewoon net iets beter. Wow.
Maar dit was wel moeilijk hoor. Ja, dit was wel lastig. Maar ik vond het wel leuk. Ja, weet je wat ook leuk is? Mijn boek, koffijn.nl. Nou, dit waren ze. Alle 10. Ja. En ik heb verloren. Ja, dat is niet erg. We hebben wel een leuke video gemaakt. Ja, dat wel. Accepteer nou dat je hebt verloren. Nee, maar ik snap het niet. Raap je verlies op en ga. Ja, oké. Er zit ook een tutorial in over hoe je de slappe lach krijgt met Senna. Heel handig, dan weet je precies hoe het moet. Nou, dit was de video jongens. En meiden, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer. Doei! Doei! Groetjes! De ballen! Laat ze niet vallen!